Vandaag wat anders. Misschien heeft de kijker gemerkt dat wij uh, enige interesse hebben in de geschiedenis. En oorlogen hebben altijd een heel groot effect op het verloop van de, de politiek-economische wereldgeschiedenis. En daarom vonden we het wel interessant om te bekijken welke oorlogen in de geschiedenis belangrijk zijn geweest. En daarom volgens ons het titel, de titel Wereldoorlog verdienen. De. Term Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, en daarmee dus per definitie ook Derde Wereldoorlog, zijn best wel arbitrair. En volgens mij is er niet echt een criterium te bedenken van wanneer iets wel een Wereldoorlog was, en wel niet wanneer niet, behalve dan dat op een gegeven moment iemand op het idee was gekomen, het de Eerste te noemen. En sindsdien zijn we begonnen met tellen. Ik weet toevallig, misschien kan je dat even erbij pakken. Maar Wikipedia heeft een definitie. Dat is al een, een goed startpunt, toch? Voordat je kan vaststellen wat een wereldoorlog is. en we kan beoordelen welke wereldoorlogen wel en geen wereldoorlogen zijn. heb je inderdaad een definitie nodig. Dus laten we kijken. De definitie van Wikipedia is. Een wereldoorlog is een oorlog. which is engaged in by all or most of the principal nations of the world. Oké, okay, dat is gelijk alweer, alweer een beetje problematisch begrip, want dat is gelijk een normatieve term. Want wat zijn de principal nations of the world op een bepaald moment? De G7, because we say so. Ja, yeah. uh, precies. Oké, okay. we gaan dus ook niet per se deze definitie aanhangen, maar wel inventariseren. Zou jij deze definitie zoals die hier staat hanteren of zou je een andere definitie voorstellen? Ik denk dat er wel wat in zit in deze definitie, vooral de major powers, zeg maar. Dus, dus de. Kijk, mijn definitie zou meer te maken hebben met de invloed die de oorlog heeft op de ontwikkeling van de, van de rest van de geschiedenis. En ik denk dat een oorlog waarin de, de grootmachten van de wereld niet meedoen, niet zo'n grote invloed hebben op de geschiedenis. Als ik het goed begrijp, dan gaat het voor jou er dus meer om dat spelers op internationaal toneel die internationaal impactvol zijn of boven gemiddeld, zeg maar, dat die erin betrokken zouden zijn. Dus niet, ja. Zeg maar als een heel kan... continent, ik zeg maar wat uh, Afrika, niet per se is betrokken in een conflict, maar ook niet echt actoren heeft van wereldwijde invloed, dan is dat geen factor in of het een wereldoorlog is of niet. Nou, bijvoorbeeld ten tijde van de Eerste Wereldoorlog zou ik zeggen dat het wel zo is, maar toen werd Afrika natuurlijk in zijn totaliteit, nou op uh, twee landjes na, beheerst door Europese machten. Ja. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Maar dan is dus daarmee het per definitie een wereldoorlog, omdat dat onder de landen die strijden, valt. Ja, ik weet niet of ik daar per se dan zou een oorlog tussen twee koloniale machten op die op elk continent kolonieën hebben, op één specifieke plek al automatisch een wereldoorlog zijn. Wat, wat zou jij zeggen dan dat? Uh... Ik denk wel dat het van belang is, uh, of tenminste, ja, dat, dat het moet meewegen, of er ook echt. Daadwerkelijk op meerdere plekken op aarde sowieso disrupties te voelen zijn. En wat is een disruptie dan? Neem bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, de VS. In de VS werd niet gevochten. De nee, Pearl Harbor. Ik weet niet of je dat technisch gezien kan meetellen, maar daar gelaten niet. Maar het was zeker wel te merken in de VS dat er oorlog was, eh, omdat de mobilisatie was. De economie werd ja. ingericht om een oorlogseconomie te zijn. Dus in die zin. Zijn de effecten er wel gevoeld? Neem dan nou bijvoorbeeld Bengalen in India. Ja, daar is niet gevochten, maar daar zijn wel een paar miljoen mensen vermoord in een hongergenocide uitgevoerd door het Britse Rijk, omdat ze het niet belangrijk genoeg vonden om daar even eten in te sturen, omdat het naar het front in Europa moest. Dus daar hebben ze de gevolgen ervan op zich ook wel gevoeld. Dus ook wat, wat je zei van dat het grote invloed heeft op, op de rest van de wereld in de nasleep ervan. Ik denk wel dat de invloed iets is wat we kunnen meewegen, maar je komt dan ook gelijk wel weer er tegenaan dat je eigenlijk heel ver kan teruggaan en een heleboel oorlogen kan aanwijzen, die een soort van grondleggende rol hebben gehad in de huidige wereldorde en dan tot in de oudheid. Ja, ja. het wordt dan misschien ook een beetje een oefening in absurditeit. Dan verliest het. Denk ik een beetje zijn uh, waarde. Ik weet niet wat je daarvan denkt. Ja, yeah, ik vind het dan moeilijk. Omdat ik wil zeggen ja, dat ik daarmee bedoel. Dus wat, wat voor impact het iets heeft op de wereldgeschiedenis. Maar ja, <laughs> wat is dat dan precies? <laughs> Zo, weet je wel. Ik denk dat het sowieso ten eerste een criterium moet zijn. Dat er wel actoren betrokken moeten zijn. Die intercontinent. Ja, intercontinentaal belangen hebben. Dus. De Eerste Wereldoorlog is grotendeels uitgevochten in Europa en een beetje het Ottomaanse Rijk. Maar. Ja, die Duitse eilanden die Japan heeft gepakt. In de Stille Oceaan. Ja. Dat had je ook. Ja, en als je een heleboel wereldwijde conflicten erop na, gaat nakijken. dan is Martinique en Grenada van eigenaar gewisseld of zo. Van die Caribische eilanden. waar enkele duizenden mensen woonden op dat moment. en nu enkele tienduizenden mensen. Ja, ik bedoel. Om dan te zeggen, zie je, het is ook een oorlog die zich in Latijns-Amerika afspeelt. Alsof je ergens in, uh, weet ik veel in de bergen in Peru merkt dat Grenada een andere eigenaar heeft. Sowieso zijn de meeste oorlogen die je zou kunnen overwegen, hoofdzakelijk door Europese machten of exclusief door Europese machten uitgevochten. De Eerste Wereldoorlog is de eerste die je zou kunnen overwegen die niet. Strikt gesproken door alleen Europese machten is uitgevochten. Met. Zij, de Verenigde Staten, gewoon eigenlijk een soort. is eigenlijk een soort Europese macht. Ligt alleen niet in Europa. Maar... Ja, het Ottomaanse Rijk is natuurlijk daarin uh, de niet-Europese macht geweest. Maar het Rijk is altijd wel al betrokken geweest bij allerlei conflicten. Uh, hoe vaak die geen oorlog hebben me gehad met Rusland en met Oostenrijk en weet ik veel. Wat allemaal. Ja, en technisch gezien, de hoofdstad lag in Europa en een groot deel van het ter territorium lag in Europa, dus had het wel gewoon recht zichzelf een Europese staat te noemen, maar niet een christelijke staat, dus daardoor heb je een soort van die civilizational uh, scheiding ertussen. Maar goed, dit is denk ik niet uh, van directe relevantie. Ik denk wel dat we het eens kunnen zijn dat het in ieder geval van belang is dat actoren met wereldwijde belangen, dat die daarin betrokken moeten zijn om als wereldoorlog te kwalificeren. En ik zou ook wel zeggen dat er op meerdere strijdtonelen, zoals dat heet, op de wereld het moet worden uitgevochten om een wereldoorlog te zijn. Omdat een lokale oorlog al snel wereldwijde gevolgen kan hebben, zonder dat het per se een wereldoorlog is. Dus dat is om het een beetje af te bakenen. Als je dat zo zegt, dan zou ik zeggen: alleen de Tweede Wereldoorlog <laughs> Dit is een wereldoorlog. Ja? De Zevenjarige Oorlog? Nee. nee. Nou ja, de Zevenjarige Oorlog die is natuurlijk ook best wel significant in Noord-Amerika uitgevochten. En daar zijn ook de meest. Dat is de grootste impact eigenlijk van de Zevenjarige Oorlog. Dat Noord-Amerika min of meer Engelstalig werd. En daarmee nu dus <laughs> de internationale voertaal. In het Westen in ieder geval. Ja, oké, okay, yeah, ik guess ook. So. Maar bijvoorbeeld in, in Azië gebeurde niks. Nee, nee oké. Okay. Ja, in Helemaal... die zin. Zou je voor de Tweede Wereldoorlog geen oorlog kunnen aanwijzen? Nee, ik zou dus ook niet zeggen dat op elk continent gevochten moet zijn. Maar ja, <laughs> meerdere continenten. En het was ook nog steeds gewoon een oorlog, zoals de meeste, tussen Europese machten. Ja, maar wel op grotere schaal. Ja, oké, okay, maar dat had ook gewoon te maken dat ze dat nu opeens hadden. En dat er technologisch wat uh, uh, dingen veranderd waren. Het heeft zijn oorzaken, maar dat betekent niet dat het daarmee niet. Uh... Ja, oké, okay, sure. We hebben een soort van definitie en dat blijft interpreteren van die definitie. Dus misschien kunnen we gewoon chronologisch wat het potentiële kandidatenlijstje wat we hebben gaan uh, opstellen. De eerste die ik heb opgeschreven om te overwegen, en ik denk niet dat deze uiteindelijk aan de definitie zal voldoen, is de Dertigjarige Oorlog. Dat was ook de eerste die bij mij te binnen schoot, inderdaad. Ja. Nou, mooi, dan beginnen we in 1618. De Dertigjarige Oorlog. Voor de duidelijkheid, de Tachtigjarige Oorlog was gewoon een sideshow van die shit. De laatste 30 jaar dan. Dat was gewoon als Spanje even troepen hadden, stuurden die even naar Nederland. En als ze die niet hadden, waren ze, Of als dat niet kon, dan zaten ze in Duitsland te knokken. Ja. Duitsland niet, maar. Ja. Ook echt een ongekende menselijke impact heeft dat gehad. Zeg maar 9 miljoen doden in die oorlog. Ik geloof dat sommige steden van uh, keer 50 belegerd zijn. <laughs> of zo. Ja, dan wordt gewoon de bevolking uitgeroeid. En uh, er is voorheen, nou ja, volgens mij niet ooit een oorlog geweest met zoveel doden. Daarna ook niet, tot de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat was vooral burgerbevolking. Want er waren, het is niet tegelijkertijd, maar er waren Deense, Zweedse, uh, Franse, Spaanse legers. Ook Nederlandse huurlingen waren at some point, tuss tussen die 30 jaar, ergens in. Het Heilige Roomse Rijk, vooral in uh, Saxe, uh, Oostenrijkse gebieden en Bohemen. Dus Saxe ja. is een beetje zo oost, wat nu Oost-Duitsland is, Bohemen is Tsjechië. En die hadden geen eten bij zich. <laughs> die moesten allemaal van het land leven. Uh, en ja, die mensen die daar woonden, die, gingen, die hadden dat eten zelf nodig. Maar die legers, uh, ja, die hadden wapens. Dus... Uh... Dat is alle oorlogsvoering tot uh, Napoleon, was dat ongeveer zo'n beetje. De 30 oorlog, het einde van de 30-jarige oorlog wordt door historici vaak gezien als het begin van de moderne diplomatie, het begin van staten. Hè? Dat, dat zal zich natuurlijk, daarvoor was het al bezig met zich ontwikkelen. En dat zal zeker tot de. Uh, nou, de staat is zich nog, nog steeds aan het ontwikkelen. Die oorlogen zijn ten einde gekomen door een reeks van verdragen. De Vrede van Westfalen. Ja, en het heeft vooral de macht van Frankrijk heel erg verstevigd. in Europa ten opzichte van Oostenrijk. En Pruisen is. Uh... Nou, was nog niet zoveel. Maar kwam een beetje. begon een beetje wat te worden toen. De Orde van Westfalen wordt een beetje gezien als. in ieder geval in de westerse. internationale betrekkingen. de eerste. Een soort balance of power die daar werd geprobeerd te creëren. Ja, maar ook het eerste beginsel van een soort van. ...systeem van internationaal recht. Ja. En dat zien we ook na de... ...Napoleontische oorlogen met de... ...het congres van Wenen... ...waarbij ook een, een... ...verder gevestigde... ...internationale orde waarbij de staat ook... ...meer een modern begrip wordt... ...wordt gevestigd. Dan hebben we... ...vanaf 1688... ...tot 1697... ...de negenjarige oorlog. Alle Frankrijk. Ja, dat is eigenlijk min of meer een Europese oorlog tegen Frans expansionisme binnen Europa. Met enige handelsoorlogen. En niet handelsoorlogen zoals je nu ziet met tarieven. Maar oorlogen die worden gevoerd met kanonnen van voor het veiligstellen van handelsroutes en handelswaar. Maar niet echt grootschalige landoorlog buiten Europa. Dan hebben we de Spaanse successieoorlog. Koning dood, maar geen zoon. Dat is waarschijnlijk uh, de aanleiding geweest. Nou ja, koning dood, geen zoon en twee kandidaten voor opvolging. En de ene werd gesteund door de ene helft van Europa en de andere door de andere helft van Europa. En de les die de Europese machten, die niet Frankrijk en Spanje heet, hieruit trokken was, er mag nooit één koning, koning van zowel Frankrijk als Spanje worden, want dat is te machtig. En dan wordt de machtsbalans in Europa verstoord. Ah, want Frankrijk uh, probeerde uh, de koning van Frankrijk probeerde zijn neef of zijn broer op die troon te zetten. Of Zoiets, zo. ja, uh, Philippe van Anjou. Ah, ja, ja. Het gevolg ervan is vooral geweest van de, van de Spaanse successieoorlog dat de macht van Frankrijk eigenlijk op zijn retour ging, dat dat begon en dat Engeland steeds machtiger begon te worden. Nou ja, dat heeft uh, de, zijn doorwerking gehad. En in 1740 werd de Oostenrijkse successieoorlog gevochten... met eigenlijk dezelfde, hetzelfde plot uh, als wat je net zei. Ja, toen is Pruisen Oostenrijk aangevallen... omdat ze uh, ge maakte gebruik van de zwakte dat de Oostenrijkse keizer... of was het toen al keizer? Toen nog Oostenrijkse groothertog, geen streep keizer van het Heilige Rooms Rijk... alleen maar Maria Theresa had. En het eindigde in dat... Pruisen, Silesië, ja. van Oostenrijk, maar wel Maria Theresa erkend als groothertogin. Dit brengt eigenlijk een beetje een einde aan de traditionele verdeling Alliance. in Europa, waar je de Grand Alliance hebt van Engeland, Portugal, Oostenrijk en de Nederlandse Republiek tegenover ja. Frankrijk, Spanje en de staten die meer daar, daarbij gelegen waren omdat uh, de rest van Europa, die in het verleden zoiets had van ja, Frankrijk moet niet te machtig worden, dus moeten we ons tegen wapenen uh, door begonnen hebben. Dat vooral Engeland nu heel machtig begon te worden, dus toen zagen ze dat niet meer zo zitten en hebben ze meer, uh, ja, maar ik geloof dat Prijs een bondgenootschap, sloot met Engeland en dat daarom Frankrijk en Oostenrijk uh, vriendjes werden. De uitkomst. Van deze oorlog was eigenlijk niemand blij mee. Ja, Pruisen, die was er wel blij mee, omdat die gewoon in één keer twee keer zoveel grondgebied hadden. Maar voor de rest was het voor niemand echt een uitkomst waar ze voor zouden hebben getekend aan het begin. En niet heel verbazend begon acht jaar daarna, in 1756, de Zevenjarige Oorlog. Dit is door Churchill de Eerste Wereldoorlog genoemd. En dit is de eerste oorlog die ook echt groot schaal in, uh, in de kolonie uitgevochten wordt, vooral in Noord-Amerika. Ja, ja, daar wordt inderdaad ook in Noord-Amerika gevochten en ook enigszins in uh, India. Maar in de oh. zevenjarige oorlog, dat is eigenlijk meer een koloniaal conflict tussen Frankrijk en Engeland in Noord-Amerika, wat is overgewaaid naar Europa, omdat ze bondgenoten hadden. En nou ja. Dat ging over de Ohio-vallei of zo, zeg maar zo tussen Nieuw-Frankrijk en dan uh, de westen van de Veren Oh, sorry, oosten van wat nu de Verenigde Staten is. Ja, precies. En Canada was destijds ook nog een Franse Nou, niet-Canada in de vorm van het territorium wat de staat Canada nu is, maar Nieuw-Frankrijk Nieuw vooral ja. om Quebec en Montreal in. Ja, precies. Frankrijk had daar zijn uh, significante koloniën en die werden. Door de Britten ingenomen. En daarmee was Frankrijk eigenlijk uit het mm, grootste deel van Noord-Amerika verdreven. Een gevolg hiervan is uh, dat we nu in Nederland allemaal Engels kunnen. En dat zijn uh, Quebec en Montreal. Daarom spreken ze daar Frans. Ja. Dat is eigenlijk Montreal. <laughs> Sorry. Ja, dat is dus eigenlijk wel echt een. een uh, oorlog die vanuit Noord-Amerika is overgeweid naar Europa waar het ook is uitgevochten tussen enerzijds Groot-Brittannië en een aantal Habsburgse staten Portugal en dat is interessant ook Carnatica dus een staat in wat nu India is en Hyderabad wat ook een staat is in wat nu India is en anderzijds had je Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Bengale in wat nu India is en de Mughal Empire, ik weet niet wat dat in het Nederlands is. Het is in ieder geval ook in India uitgevochten en dus in Noord-Amerika en in Europa. Dus dat is wel een, meer een claim om een wereldoorlog te zijn. De volgende die op het lijstje van Wikipedia wordt genoemd, ik, ik weet niet wat ik ervan vind zelf, is de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Die een vrij direct gevolg was van de Zevenjarige Oorlog, omdat Engeland die wel gewonnen had, maar... Geen geld meer had. En toen moesten ze meer belasting heffen op de koloniën. En toen zeiden ze... uh, Want dat was 1775, dus dat was twintig jaar later. Uh, trouwens, twaalf jaar na het einde van die oorlog. En een figuur die ook heeft meegevochten in die oorlog is George Washington. In Echt? de zevenjarige Echt? oorlog. Ah, ja, ja. Ja. Ook in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Maar Echt? Ja, <laughs> heeft hij heeft die ook dingetjes gedaan. <laughs> uh, maar ja, dit is wel de soort van. Wel een soort geboorte van, uh, van een supermacht, of tenminste van de staat die later een supermacht zou worden. Dus wat dat betreft, ja. een soort van foresh foreshadowing. Uh, ja, oké. Okay. Uh, maar als we dat als criterium gaan aanhouden, dan kan je ook, weet ik veel, de oorlogen tussen de Romeinen en de Etrusken, of uh, zo, om, om heel Italië te verhogen. Uh, nee, ik niet met je eens. Ben ik niet met je eens. Ja, oké. Okay, Supermacht is wel een soort van modern begrip, dat is al waar. Okay, laten we deze niet meten We kunnen hier zo meteen nog op terugkomen. Daarna komen de Napoleontische oorlogen, lijkt me. Ja, precies. Ook weer een gevolg van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, die door Frankrijk is gesteund. Wat heeft geleid ook tot faillissement van de Franse staat, wat bijdroeg aan de economische situatie, die bijdroeg aan de politieke situatie die uiteindelijk is uitgemond in de Franse revolutie. Wat heel ironisch is. Want? <laughs> nou ja, Frankrijk die ging het idee van republikeinse idealen in uh, in de VS sponsoren ah, ja, ja. om hun tegenstander, het Verenigd koninkrijk een hak te zetten. En dan komt dat naar huis. Dat is een soort van het feit dat je in een ander land, puur hypothetisch, stel er is een land wat je niet leuk vindt, wat een bondgenoot heeft in Afghanistan. En dan ga je daar islamitische jihadisten uh, bewapenen om dat land waar ze zitten. <laughs> en vervolgens. Schiet er hier uh, een paar vliegtuigen in een toren. Of twee ja, torens. Precies. Puur hypothetische. <laughs> ja, ja. Over die Napoleontische oorlogen we hebben we ervoor gezorgd dat Frankrijk wederom uitgeschakeld was, zeg maar, buiten Europa. Of dat ze we toen uh, wel Haiti of zo weer hadden veroverd. En ook in, in Azië waren ze weer een beetje klaar. Wat er wel voor heeft gezorgd, is het einde aan het Heilige Roomse Rijk. Amin. Dat heeft Napoleon heeft dat uh, geabolished. Toen hij het basically allemaal veroverd had. Napoleon heeft Europa veroverd, voor de duidelijkheid. Gewoon letterlijk heel Europa. <laughs> Op uh, Groot-Brittannië na. En Rusland. Maar... Nou ja, ook een kan deel van, van Rusland. Van Europees Rusland. Dus... Ja, maar toen uh, moest hij terug. Ja. <laughs> en wat de Napoleonse oorlog in ieder geval naar Europa hebben gebracht is, het is allemaal niet direct, maar liberale ideeën en zeg maar, een staatsbureaucratie en dat soort zaken. Kort, kort te zeggen, de, het ancien regime, dus dat wil zeggen de macht van de aristocratie, de koning, de hertogen en de kerk, die is gradueel gebroken door de invloed van die Napoleons veroveringen hebben gehad in Europa. Het heeft allemaal nog even geduurd. Op een gegeven moment gaan we naar 1848 en, weet je, 1918. Uh, ja. Maar het zaadje daarvoor is toen wel geplant. Nou ja, het congres van Wenen heeft wel een groot deel daarvan weer teruggedraaid. Waarbij gewoon werd gezegd, hapatee. Formeel, formeel gezien wel, ja. Ja. Om, in de onderstroom. Nou ja, het was natuurlijk een poging om een geest in, terug te stoppen in een fles. En dat heeft even ja. gewerkt. Ik bedoel, in Nederland is het toen... 1815 is het jaar dat de Nederlandse monarchie is begonnen. Niet de 80-jarige Oorlog. Ja, maar in Nederland is gewoon fucking retarded. <laughs> retarded. No nou, offense. Je kan het ze niet kwalijk nemen. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe geschiedenis op school wordt geleerd, dan... Wordt het niet gezegd, want het is niet waar. Maar... Er wordt nooit echt uitgelegd waar die monarchie nou eigenlijk vandaan komt. Weet je wie dat graag wou? Nou? Engeland. Weet je waar die koning ja, vandaan snap. kwam? Uh, hij chillde hem in, um, in Engeland in ieder geval. Ja. ja, precies. Maar dat was ook gewoon een beetje het idee van democratie, uh, republikeinse idealen, dat soort flauwekul. moeten we mee ophouden. Gewoon overal een koning, overal een dictator. Ik bedoel, dat is het idee. Behalve Italië. Italië mocht als het bestond nog niet, maar al die shitty republiekjes daar, die mochten blijven bestaan. Hoewel die ook al wel, grotendeels prinselijk bestuur hadden tegen die tijd. Maar oké. Okay. Nou, dan hebben we een jaar of honderd geen kandidaten. Tenzij jij er nog eentje, de Frans-Pruisische oorlogen of zo. Door sommige uh, historici de Pax Britannica genoemd. De, de lange 19e eeuw. Die duurt dan van 1815 tot 1914, zeg maar. Ja, oké. Okay. Uh, 1914, 1918, de Eerste Wereldoorlog. Iedereen weet dat de oorzaak, niet de aanleiding, maar de oorzaak en de aanleiding de moord op Frans Ferdinand was. Dus op een zonnige dag was al, eerst was alles goed. En toen werd hij door Servische nationalisten doodgeschoten. En toen was het Wereldoorlog, toch? Toen viel Duitsland Frankrijk binnen. <laughs> toch? <laughs> dat is <was laughs> hoe het gebeurd is, toch? <laughs> het is uh, een conflict dat primair in Europa is uitgevochten. Ja. Japan heeft een paar eilanden van Duitsland in de Stille Oceaan veroverd. Als Korea is dat uh, in die tijd geannexeerd door Japan? Of is dat eerder? Ik denk eerder. Ik denk niet dat dat per se in het kader van de Eerste Wereldoorlog was. Nee, en ook al die Japanse-Chinese oorlogen was ook nog niet gaande. De Chinese burgeroorlog ook nog niet. Wel Japanse-Russische oorlog, maar dat had. Ja, dat was net ervoor. Ja, want 1905. Maar wel Midden-Oosten. Ja, zeker. Vooral Rusland en Engeland hebben daar het Ottomaanse Rijk tegen gevochten met behulp van Arabische en Joodse milities die daar wonen. Balfour declaratie is daar toen geweest, dus de toezegging van de Britse premier Balfour dat de Joden een, een eigen staat zouden krijgen in Israël. Dat grondgebied was ook aan de Arabieren beloofd overigens. Maar... Er werden wel ja. meer tegenstrijdige beloftes gedaan. <laughs> en het, op zich gevolg, er zijn drie rijken ter val gekomen. Duitse keizerrijk, Habsburgse dual monarchie en het Ottomaanse Rijk. Voor Oost-Europa vrij significant. Daardoor heb je, er zijn er heel veel nieuwe staten ontstaan, zeg maar, die daarvoor onderdeel waren van. Ze hebben een soort nieuw Habsburgrijk gemaakt in de vorm van Joegoslavië, wat ook gewoon... Was dat toen zelf, Ja, dat is na de Eerste Wereldoorlog. Ongeveer. Een hmm. soort zelf, ik in de tijdbom hebben ze nog een keer neergezet. Nou, dat was een koninkrijk toen, toch? Ja, ja. Dat was, ja. Dat ja, wat wel ook in, in het Midden-Oosten speelde is dat er meerdere beloften zijn gedaan aan. Zeg maar, het Ottomaanse Rijk was een rijk van een Turkse elite, maar de meerderheid van de bevolking was voor het grootste deel van, de, van het bestaan van het Ottomaanse Rijk Arabisch. En hun bestuur werkte zo dat er een heleboel nou ja, lokale aristocratie werd gebruikt om het rijk te besturen. En wat er daarbij werd gedaan door de Britten, is dat ze, die lokale Arabische warlords waren het eigenlijk, gewoon de lokale aristocratie, zeiden van als jullie ons helpen, jullie eigen Ottomaanse rijk, waar jullie onderdeel van zijn, vernietigen, te vernietigen, dan geven we je een koninkrijk. En de koninkrijken die aan al die verschillende lokale adelen zijn beloofd, waren gedeeltelijk tegenstrijdig. Volgens mij hebben ze aan zowel de koning die uiteindelijk koning van Jordanië werd, als de koning die koning van Irak werd belooft de koning van een pan-arabisch koninkrijk te worden. Nou ja, dat gaat dan dat, dat, was... dat gaat niet lukken. Dat is ook wel zuur dat je heel Ara heel gewoon de Arabische wereld beloofd krijgt en dan krijg je alleen Jordanië. Dat is toch minder. Ja. Maar de huidige koning van Jordanië is nog van de dynastie die door de Britten is geïnstalleerd. Ja, Irak had ook een koning. Die was volgens mij de broer van de koning van Jordanië of zo? Of van de koning van Syrië? Ja, zou goed kunnen. Egypte. had Een koning die is omvergeworpen in een officiële revolutie. Dus een seculiere revolutie vanuit het leger of staatsgreep. Wat tot aan Mubarak eigenlijk een nabestaansel was van die officiële revolutie. En hetzelfde geldt ook voor Libië. Maar goed, dat is de desintegratie van het Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog die eigenlijk veel interessanter is dan wat er in Europa is gebeurd qua internationale verhoudingen. Uh, zeg maar sinds het val van de sinds het val van de muur zou ik, ben ik het met je eens. Dat is nu wat interessanter voor de huidige wereld. Ja, oké. Okay. Ja, dat is maar, waar. Toen, ja, ja. Toen, toen niet precies wat er... Het is gewoon een soort van hindsight 2020. Dan is er eentje, dit is denk ik wel contentious, maar er valt tot voor te zeggen, denk ik. De Russische burgeroorlog. Oké, okay, dat was een vrij heftig conflict. De, uh. Zijn uh, mensen denken, oh, uh, wapenstilstand tussen Duitsland en Rusland. Nou, uh, daarna zijn ze nog binnengevallen, de Oostenrijkers en de Duitsers. Vrede van Brest-Litovsk. Ik geloof dat de Russen toen daarna twee keer Oekraïne hebben veroverd. Toen heeft Duitsland het weer een keer veroverd, toen heeft die het weer een keer veroverd. Dus daar is echt heel veel oorlog gevoerd in een korte periode. Ja, en het idee dat het, een, het is sowieso, los van of dit een wereldoorlog is of niet, is het sowieso een verkeerd gelabelde oorlog. Het was geen burgeroorlog. Zeg maar. Rus, de Russische burgeroorlog was. Oké, okay, aan de ene kant had je de factie van de Bolsheviken. die internationale steun hadden van. helemaal niemand. <laughs> Laat dat duidelijk zijn. Want elke staat. die enigszins internationaal georiënteerd was. dus elke moderne staat van dat moment. keek naar de sociale orde die werd voorgesteld voor de Bolsheviken. en zei: Oh, wacht. Dat betekent dus dat al onze levens. <laughs> Al onze privileges, al onze macht over de bevolking, dat wordt gewoon afgepakt. En belangrijker nog, ook Amerikaanse uh, oligarchenfamilies die hadden enorme grote investeringen. Ook Duitse trouwens, in Rusland. En dat dreigt dus allemaal te verdwijnen. Dus, zeg maar aan de andere kant van het conflict had je het Witte Leger. En het Witte Leger werd niet alleen gesteund door een aantal internationale actoren... Het was het Witte Leger plus een aantal internationale actoren. Namelijk 14 verschillende landen stuurden legers naar Rusland. Je kan het moeilijk een burgeroorlog noemen, vind ik. Als je een invasie hebt van het land door Japan. Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Tsjechoslowakije, Griekenland, Servië, Roemenië, Italië, China, Canada, Australië, India en Zuid-Afrika. Met ook nog eens vrijwilligersbataljons uit Polen, Finland, Zweden, Hongarije, Afghanistan, Duitsland, Oostenrijk en het Ottomaanse Rijk. Klinkt dat als een Ser burgeroorlog? Servië heeft geïnterviewd tegen Rusland. <laughs> ja, nee, dat klinkt niet als een burgeroorlog. Maar het speelde zich wel alleen af. Na nou, technisch gezien twee continenten. <laughs> ja, ja. Hoewel de strijd vooral in het Europese deel heeft plaatsgevonden, natuurlijk. Want daar waren, zijn, zijn, waren alle steden. Ja. Allemaal, maar meeste. Uh, en wat jij zegt, dat is denk ik wel interessant voor de wereldgeschiedenis. Het heeft, net zoals de Franse Revolutie, een. Uh, het heeft laten zien dat het mogelijk is om een staat op een andere manier in te richten dan het op dat moment werd gedaan. Nou hebben zij een soort van, ze zijn direct van de aristocratie naar dan de communisme gegaan. In Frankrijk uh, was dat er nog een stapje tussen. Ze zijn nooit communistisch geworden. Dus dat is wel een ander soort overgang. Maar ja, ik denk dat dat ook wel relevant is voor de wereldgeschiedenis en ongetwijfeld invloed heeft, invloed heeft gehad in de Chinese burgeroorlog of in de Koreaoorlog, uh, de Vietnameese uh, de Vietnamoorlog, dat soort dingen. Ja, want dit was dus het eerste voorbeeld in de geschiedenis waarbij er een revolutie van het volk was en niet het volk als in de burgerij. Maar echt waarin de absolute onderklasse, de armste, de, de loonarbeiders, de boeren, de machtgrepen. Ik bedoel, de Franse Revolutie was uh, wel gesteund door gedeeltes van de onderklasse, maar de monarchie werd ook gesteund door een gedeelte van de onderklasse. Van zeg maar gewoon de, de, de horigen. En. De Amerikaanse revolutie was met name een revolutie van rijke Amerikaanse... ...of tenminste dan toen nog New England zakenmensen die... Plantagehouders. Plantagehouders, inderdaad, die hun welvaart wilden vergroten... ...en een systeem inrichten waarin hun welvaart werd verdedigd. Dus dit was inderdaad wel een historische innovatie, om het zo te zeggen... En het heeft in directe zin op een heleboel westerse landen gevolgen gehad, waaronder ook Nederland, in de vorm van wetgeving over sociale zekerheid, arbeidersrechten. Omdat ze gewoon zagen van. Oh, hmm. dit is dus niet Oep. een geintje al die onzin die Karl Marx heeft zitten opschrijven. Dit kan dus echt gebeuren dat de mensen gewoon de macht grijpen en ons doodmaken. <laughs> Oké, okay, dus we moeten misschien een beetje druk van die ketel halen. Om ervoor te zorgen dat deze mensen. Minder geneigd zijn, zeg maar. Ja, onder de tsaar was de gedachte altijd en het was ook gewoon een compleet waarschijnlijk meed door incest, door intielt bestuurskrachtigheid, vervallen dictatuur. De gedachte was altijd: uh, wij zijn gewoon het tsaristische tza rijk en boeien, wij gaan niet. De, de, het is niet iets wat ten einde gaat komen, ofzo. En het maakt niet uit hoe kut ze het hebben, hoeveel honger ze hebben, hoeveel we er doodschieten. Dat zou ik zeggen, ja, demonstranten ja. werden gewoon doodgeschoten. Ze dachten gewoon, nou oh, kunnen we gaan doen. Ja, om even wel historisch accuraat te zijn. Het is natuurlijk onzin om de levensstandaard in de Sovjet-Unie in weet ik veel 1935 te gaan vergelijken met de levensstandaard in. Of in de VS of zo in 1935. Want het heeft een geheel andere geschiedenis. Waar je het beter mee kan vergelijken, is de levensstandaard in 1905. Voor gewoon het gros van de bevolking. En kijken, zijn deze mensen er op vooruit gegaan? Nou ja, daarvoor leefden mensen in hutjes. Voor echt een heel groot deel van de bevolking, iets van 70%, in hutjes van hout. Met middeleeuwse landbouwtechnieken die ze voor de landeigenaren, want veel van de boeren die hadden, waren niet eigenaar van hun eigen grond, waar ze voor ze rugbrekende arbeid moesten verrichten en heel jong doodgingen, omdat er geen enkele vorm van vooruitzicht of gezonde voeding of gezonde levensstijl of gezondheidszorg was. En die zijn toen vervangen door appartementen en banen in de industriële sector, in de dienstensector en nog steeds wel in de landbouwsector, maar wel met betere arbeidsomstandigheden. Waar natuurlijk nog steeds van alles mis mee was. En het was ook niet een paradijs. Maar nou ja, ze hebben wel ongeveer duizend jaar economische geschiedenis ingehaald in een paar decennia. Dan hebben we de Tweede Wereldoorlog. Die daadwerkelijk op elk continent werd ge... Nou, niet echt in, Noord in de Amerika's. Niet significant, maar verder... Hawaii tel ik niet als uh, Noord-Amerika. Nee, zeker niet. Nee. Hawaii ook, tenzij... Side note, veroverd door de Verenigde Staten. Was gewoon een onafhankelijk koninkrijk, geannexeerd door uh, machtspolitiek. Oké, okay, ga door. Maar goed, ik bedoel, dat hebben ze ook gedaan met de Filipijnen en Cuba, Cuba en Puerto Rico. Het waren allemaal al koloniën van Spanje, waar we het nu over <laughs> hadden. Ja. Hij was een onafhankelijk koninkrijk. Maar het maakt niet uit. Um, dan hebben we. Of wil je nog wat zeggen over de Tweede Wereldoorlog? Daar is alles wel over gezegd, denk ik. Tenminste, er is nog heel veel meer over te zeggen, maar. Oké, okay, dan hebben we de Koude Oorlog, die is aangemerkt als wereldwijd conflict. Wel een wereldwijd conflict, I guess. Uh, maar dan ga je dan nu. Ik denk dat het nu op het territorium komt van wat is dan een oorlog? Want het, ze werden in een soort uh, natuurlijk een enorme wapenwetlood, stranglehold, maar ook. Ik weet niet hoe de economische situatie was, maar werd er handel gedreven tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie? Nagenoeg niet. Zeg maar. Bijvoorbeeld een computer verkopen aan de Sovjet-Unie was niet alleen verboden, maar strafbaar. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, dat, dat, <laughs> dat klinkt wel oorlogachtig. <laughs> de vraag is dan, hoe ga je de actoren definiëren? Want ik denk wel dat we het erover eens zijn dat de West-Europese landen geen au autonome actoren waren in dit conflict. Maar een, een sokpop en de hand die in die sokpop zat, die kwam vanuit Washington D.C., en, die... Komt die nog steeds. en datzelfde geldt voor de, de regimes die werden gebruikt als proxy, zoals bijvoorbeeld het regime in Zuid-Korea wat een fascistische dictatuur was die elke vorm van bijvoorbeeld collectief onderhandelen handelen of staken of vakbonden gewoon, ja erop reageerde door ze dood te schieten. Ja, ik zou dat dan het Amerikaanse imperium en het Sovjet-imperium noemen. Er was wel een kwalitatief verschil tussen de verhouding die de VS had tot zijn imperiale Proxies, zoals Zuid-Korea of Zuid-Vietnam. of de militaire dictatuur in Indonesië. die een miljoen mensen heeft vermoord vanwege hun politieke overtuigingen. En de relatie die de Sovjet-Unie had met bijvoorbeeld een land als Vietnam. of Noord-Korea of China. wat niet zo was van wij dicteren en jullie gehoorzamen. Daar was wel meer een soort van equilibrium. ook al was de Sovjet-Unie wel de machtigste socialistische staat. Dus als het gaat om, inderdaad om misschien de landen in Azië meer, ben ik het met je eens. Maar, ik bedoel, de Hongaarse opstand is gewoon met tanks neergeslagen. Uh, de Brezhnev-doctrine bestond. Dus het ja. was niet zo dat, dat de landen, vooral in Oost-Europa, de kans hadden om een andere koers te varen. Dus in die zin... Ja, nee, Oost-Europa werd inderdaad wel uh, werd gebruikt als een bufferzone. En was daarbij de facto onafhankelijkheid kwijt. Maar goed... Waar ik heen wou, is omdat de proxies van de VS geen op aan zich staande actoren waren, en omdat het socialistische kamp ook één kamp vormde, in ieder geval aan het begin van de Koude Oorlog, zou je het wel een directe confrontatie kunnen noemen tussen de twee kampen, ook al was het machtigste kapitalistische land, de VS, en het machtigste socialistische land, de Sovjet-Unie, niet formeel. Middels een oorlogsverklaring met elkaar in oorlog. Ik bedoel, er zijn 26 miljoen mensen om het leven gekomen in de proxy-oorlogen van de Koude Oorlog. Dat is de Eerste Wereldoorlog-level. Het uh, overtreft de Eerste Wereldoorlog. Dat, dat zou betekenen dat het enige conflict wat meer doden als gevolg heeft de Tweede Wereldoorlog is. Ja, ik stem voor. Nou, dan hebben we de Global War on Terror. Daarvan hebben we al besloten dat dat bullshit is. Dat is dikke vette bullshit. Oké, okay, en de War on Terror is echt dom voor woorden <laughs> om dat een wereldoorlog te noemen. Ja. Je zou ja, het raar... hooguit een wereldbombardement van herders kunnen noemen. Daar zit wat uh, st een stukje ideologie achter en uh, geen intellectuele oprechtheid. En je zou kunnen argumenteren. Deze kunnen we voor het laatst bewaren, uh, als we de lijst nog niet doorlopen, dat we op dit moment in een wereldwijde economische oorlog zitten. Of nou ja, niet alleen economische oorlog, maar dat de oorlog, of het conflict, laten we het zo zeggen, dat het conflict waar we nu in zitten met uh, Rusland en in steeds grotere mate China, een heleboel van dezelfde aspecten heeft als de conventioneel Eerste Koude Oorlog. Ja proxyoorlogen, staatsgrepen, economische oorlogsvoering, sancties, steunen van autoritaire regimes om eigen politieke kamp te bevorderen. Dat zien we nu ook allemaal. Het grote verschil is alleen dat in de koude, koude wereldoorlog part 1, zeg maar, was de Sovjet-Unie daadwerkelijk een speler op het wereldtoneel in de manier hoe ze hun politieke macht over de wereld verspreiden. Uh, uh, dus inderdaad, met interventies uh, en zo. Uh, wat dan nu Rusland is, doet dat niet. Maar destijds ging het conflict wel echt om twee concurrerende beelden van hoe economieën van landen in elkaar zouden moeten zitten. Nu gaat het over de wereldeconomie. En ja, precies. Hoe handelsverhoudingen liggen. En de, de dollar natuurlijk, uh, de wereldreservemunt. Ja, en economische soevereiniteit. En politieke soevereiniteit hebben landen het recht om iets te vinden van iets, of moeten ze gewoon luisteren naar de baas? En het luisteren naar de baas, dat zijn een heleboel landen best wel beu. En eh, ondanks het feit dat er dus niet een land is wat een andere visie presenteert en daarin een, een zendelingenmentaliteit heeft, ik bedoel, de Chinese economie is wel degelijk anders ingericht dan de Amerikaanse, maar. Um, zij proberen niet hun economische model te exporteren. Ondanks het feit dat dat niet zo is, het gaat nu meer gewoon om. Daarom noem ik dit ook de global war on U.S. hegemony. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Landen die zijn het gewoon zat. Dat machtigere landen ze vertellen wat ze moeten doen. Dat is waar dit in wezen om gaat. We hebben nu in ons lijstje staan voor te overwegen kandidaten. De dertigjarige oorlog, de negenjarige oorlog, de Spaanse successieoorlog, de Oostenrijkse successieoorlog, de zevenjarige oorlog, de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, de Franse revolutionaire oorlogen en de Napoleonitische oorlogen, de eerste wereldoorlog, de Russische burgeroorlog, de tweede wereldoorlog, de Koude Oorlog en de Global War on U.S. Hegemony. Germany. We hebben ze allemaal ook al wel in enige mate beschreven. De dertigjarige oorlog. Zou jij hiervan zeggen dat dit als wereldoorlog uh, kwalificeert. Uh, <laughs> uh, zou jij het zeggen? Nee, absoluut niet. <laughs> okay. Want sowieso alle actoren zijn Europees. De enige plek waar die oorlog is uitgevochten is in Europa. Er waren geen significante uh, schermutselingen buiten Europa. En het heeft in die zin ook niet een Wereldwijde, een, een globale impact gehad. En de gevolgen van die oorlog zijn ook niet in directe zin gevoeld buiten dat stukje Duitsland. Nou ja, het, 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 niet eens in geheel Europa waarschijnlijk. Dus ja, het is veel te gelokaliseerd geweest om als wereldoorlog te gelden, wat mij betreft. Daar kan ik niet echt mee oneens zijn, denk ik. En de negenjarige oorlog. Hetzelfde verhaal. Ja, maar dan in Frankrijk. Ja, ja. Dat lijkt me inderdaad ook. Daarbij zijn wel in Amerikaanse uh, gebieden, dus het Caribisch gebied, wat eilanden van eigenaar veranderd in de Aziatische regio. Hebben, weet ik veel, Franse kolonisten en Engelse kolonisten wel eens een keer op elkaar geschoten. Maar ja, dan, dan is het nog niet een, of een, uh, een wereldoorlog. Dan hebben we de Spaanse Successieoorlog. En. Hier is wel daadwerkelijk in Noord-Amerika gevochten tussen de Engelsen en de Fransen. En daar komen dus ook nog handelsoorlogen in Azië en Afrika bij. Wat zou jij zeggen van de Spaanse Successieoorlog, wereldoorlog of niet? Volgens mij is de orde van grootte iets, iets groter dan in de negenjarige oorlog, die daadwerkelijke gevechten buiten Europa, maar primair Europese machten. Primair op Europees grondgebied uitgevochten. Dus, nee. Ja, maar het verschil is wel dat er echt een, landoorlogen op het Amerikaanse continent waren. En dat was er beduidend niet in de Negenjarige Oorlog. Sure, maar het, voor mij is het feit dat het, 100 jaar geleden vochten die nog deze oorlog. bijna dezelfde oorlog uit in Europa. En dan nu hebben die ook daar gebieden veroverd. Dus nou, die mensen die daar zijn, die schieten dan ook maar op elkaar of zo. Nee. Nou ja, de oorlog ging daar deels ook om. Zeg maar, het, is, het is meer dan daar ook maar op elkaar schieten, zoals bijvoorbeeld wel in Afrika en Azië, ook in de uh, Negenjarige Oorlog gebeurde. Hierbij ging het daarbij ook nog om daadwerkelijk territoriale verovering. En dat is wel ja, zeg maar, de stijl van oorlogsvoering die er in Europa was was in zekere mate op dat moment ook te vinden in Noord-Amerika. Met gewoon landlegers die elkaar bestreden. En het landschap en et cetera, et cetera, zorgt er wel voor dat het een iets ander karakter heeft. Maar ja, het is wel beduidend en beslist op meerdere strijdtonelen. Yes. Ja, ik, ik zou aanhouden dat dit wel als wereldoorlog kwalificeert. Maar dat is jouw argument dat dit niet als zodanig zou gelden. Dat het een, een oorlog is tussen Europese machten, die gaat over Europese machtsverhoudingen, ook op een ander continent. Maar je, ik, je zou dat gewoon soort van al, ook als Europa kunnen zien. Misschien niet continentaal gezien, maar qua staten die daar bestaan, is het eigenlijk gewoon een soort Europa. Europese staten. Ja, dus het is eigenlijk wat je bedoelde met wat je eerder zei, dat volgens jouw criterium geen enkele oorlog voor de Tweede Wereldoorlog als wereldoorlog zou kwalificeren. Ja. <laughs> maar zou je dan ook de Tweede Wereldoorlog daar niet onder kunnen scharen? Want ik bedoel, Japan was natuurlijk wel een belangrijke klink... actor in die oorlog. In Japan, heeft in China en in Indonesië en zo wel en in Manchur Manchurije. Dat is China gezien. Ja, maar Japan heeft natuurlijk in, 19, of die heeft in 1937 China aangevallen en toen heette het nog geen Wereldoorlog. Pas toen Europese landen gingen meedoen, heette het een Wereldoorlog. Mm, Oké, okay, maar dan kan ik nu bij deze zeggen dat de, eerste, dat de Tweede Wereldoorlog, wat mij betreft, in 1937 begon, toch? Heel Wij in Nederland zeggen, ze ook, zeggen ook altijd 1940, 1945. Nou, in Polen denken ze daar ook heel anders over. <laughs> Ja, ja nee, ik, de, ik, ik hou ze ook sowieso al lang aan dat 1937 het begin van de Tweede Wereldoorlog is. Maar goed, dat is dan een andere kwestie. Dus je zou ook van de zevenjarige oorlog stellen. Ik bedoel, er waren ook Indianenconfederaties betrokken bij zowel de Oostenrijkse successieoorlog. Ja, ja dat is wel waar. Maar dat was dat die werden gewoon tegen elkaar uitgespeeld. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. dat is, dat is niet waar uiteindelijk. Het conflict omging. Dat waren gewoon puppets. Zo triest, maar uh, dat was wat het was. Zeker. En genocidale overheersers lieten liet ze ook nog gewoon elkaar even doodmaken. Gewoon. Ja, zeker. Dus dan zou jij eigenlijk <laughs> aanhouden dat ook de Zevenjarige Oorlog en de Napoleonische Oorlogen geen wereldoorlog zouden zijn? Uh, ja, zou jij die allebei wel dan? <laughs> Wederom primair conflict tussen Europese machten. Ja, maar er is een verschil tussen een conflict tussen Europese machten en een Europees conflict. Zeg maar, de Napoleonische oorlogen waren zeker een, een Europees conflict. Die kunnen we zo afstrepen. Ik bedoel, oké, okay, campagne in Egypte en Syrië, prima. Maar... <laughs> dat is gewoon omdat Alexander de Grote dat ook gedaan heeft. Dat is de enige reden dat hij <laughs> daarheen ging. Die kunnen we, wat mij betreft, inderdaad afstrepen. Maar als we gaan kijken naar de, de Zevenjarige Oorlog, die, daarin waren ook uh, staten, die een, niet Indiaanse staten, als in niet-Indiaanse, maar in het subcontinent India in Zuid-Azië, die uh, een rol speelden. En het Mughal Empire, ik moet even kijken wat het Nederlands is. Nou ja, was ook een macht op dat moment. En niet gewoon een. Indiane stam. Die werd uh, uitgespeeld tegen een andere. Dus ik zou sowieso aanhouden dat de Zevenjarige Oorlog als wereldoorlog geldt. Mm, daar ben ik het dan wel mee eens, denk ik. De Oostenrijkse successieoorlog, ja, daar is wel een tegenoverweging dat er niet echt iets is veranderd in de territoriale bezitten in um, Noord-Amerika. Ondanks het feit dat er wel is gevochten. Huh? Maar is aan het einde van de zevenjarige oorlog niet? Ja daar wel, maar ik heb het over de Oostenrijkse successieoorlog. ik ben oh, weer een oorlog okay. terug. Ja, in mijn hoofd is dat er gewoon één. Ik dacht al dat die echt direct erop aansluit. Ja, nou dus acht jaar tussen. Dus dat is inderdaad okay. wel. Maar dat komt ook gewoon omdat iedereen de uitkomst van de Oostenrijkse successieoorlog zo kut vond, ...behalve Pruisen dat ze gewoon nog een keer oorlog gingen voeren, maar dan beter. <laughs> ja ja. Dus dan zou je het eigenlijk als een soort de kampen zijn hetzelfde gebleven. Dus eigenlijk zou je de zevenjarige oorlog als een hervatting van een bevroren conflict kunnen beschouwen. Gewoon een soort wapenstilstand. Ja, het is een gevolg geweest van de ontevredenheid over de uitkomst van de vorige oorlog. Nou ja, ik zou zeggen, laten we dan die knoop doorhakken en dat geheel gewoon de eerste wereldoorlog noemen. Dan zijn we we can move on. Oké. Okay. Dan hebben we de eerste wereldoorlog. Je bedoelt de zevenjarige oorlog? Ik bedoel, de Eerste, eerste Wereldoorlog. Ja. De Grote Oorlog, zoals die werd genoemd destijds. Ah oh, ja, de uh, ja, yeah, Great War. <laughs> Primair uitgevochten door Europese machten op het Europese continent. Ja. Uh, Japan heeft het een en ander gedaan. Gewoon een paar weerloze eilandjes overgenomen. Als het in het geheel op één continent afspeelt, op één, in één gebied, is het moeilijk om het als zodanig te beschrijven. Maar je hebt natuurlijk wel... Het Midden-Oosten als strijdtoneel. waar significante. Uh, ik bedoel, een van de drie grote spelers. aan een van de kanten van de oorlog. is daar gewoon uiteen gerukt. Deels van binnen. Ja, en dat heeft wel invloed gehad op moderne Midden-Oosten. Ja, en ook door, door de 20 e eeuw heen. heeft dat gevolgen gehad. En, uh, het is echt gewoon fantastisch dat we nu gewoon zitten te overwegen of de eerste wereldoorlog wel echt een wereldoorlog was, want het is inderdaad wel een heel Europese oorlog. En ik zou zeggen dat sowieso de, nou in ieder geval de zevenjarige oorlog, heeft meer recht zichzelf een wereldoorlog te noemen dan de eerste wereldoorlog. Ja. <laughs> maar dat, misschien dat we toch moeten consideren dat de eerste wereldoorlog een wereldoorlog was. Maar ook de economische de impact ervan was natuurlijk. Dat is ook een, een wereldwijde handelsoorlog geweest. En daarom is er ook gevochten in Afrika en Azië. En enigszins in Amerika, al viel dat best wel mee. De Eerste Wereldoorlog is nu officieel tot Tweede Wereldoorlog verklaard. Dus ga je yeah. erbij tekenen in de geschiedenisboeken. Dat is nodig. En dan komen we bij het volgende punt. En we hadden het over de Russische burgeroorlog als wereldwijd conflict. En ik zou kunnen zeggen dat. In zekere zin dat dat de eerste aanzet was naar de koude oorlog en dat hier gewoon een soort van onhold is gezet voor de tweede wereldoorlog. Mm, ja, nou, ze hebben gewoon verloren. Al die landen die geïntervieerd hebben. Ja, maar je zou het kunnen zien als zeg maar een, zoals een koude oorlog, wat volgens mij gewoon de moderne vorm van wereldoorlog is geworden, zich manifesteert, is door proxyoorlogen. Ja. En in die zin zou je bijvoorbeeld het eerste gedeelte van de Chinese burgeroorlog... en bijvoorbeeld de Spaanse burgeroorlog ook als onderdeel van die koude oorlog kunnen zien. Oh, dus je wil... De, de, dus dan de, zou de... eigenlijk... Sorry, ik, snap, ik snap nu pas waar je naartoe wil. Je wil dat als onderdeel van de, gewoon van de koude wereldoorlog. Of uh, koude wereldoorlog? Koude oorlog. Je zou het op twee manieren kunnen definiëren... Namelijk als een onderbroken koude oorlog of een aan een soort van eerste koude oorlog. En de koude oorlog zoals we die kennen is dan de tweede koude oorlog. En waar we nu in zitten is de derde koude oorlog. Ja. Laten we dat maar doen dan, voor de memes. Maar ik denk dat er oprecht ook wel een, een, een historisch argument voor valt te maken. Ik bedoel, het is niet alleen zo dat toen in Rusland, tussen, of nou ja, in het interbellum zeg maar... Een burgeroorlog was tussen enerzijds communisten en anderzijds, nou ja, royalisten, republikeinen, nationalisten, fascisten. Ik bedoel, dat speelde zich ook af in Spanje en in zekere zin was de machtsstrijd tussen communisten en fascisten in zowel Italië als Duitsland ook een onderdeel daarvan. En toen heeft Hitler, of nou ja, hebben de nazi's gewoon alle communisten in de gevangenis gegooid. En in Italië. Ik guess ook. Al weet ik dat is niet concreet, maar het zou me niks verbazen. Hetgene wat dat vooral onderscheidt, is dat daar niet zozeer staten waren die elkaar bestreden wereldwijd, maar ideologieën. Yeah. Want de Sovjet-Unie was de enige socialistische staat totdat er in China een succesvolle revolutie was. Je had ook in in Engeland politieke schermutselingen over. Of Labour banden zou hebben met de Sovjet-Unie of niet. En toen is er een nepbrief, die zogenaamd door de Sovjet-Unie zou zijn gestuurd naar de leider van Labour, door Z Zinoviev, is gefabriceerd. Die is nooit gestuurd, maar dat is een soort van dat er een nepconnectie werd verzonnen met de Sovjet-Unie om hun politieke vijand monddood te maken. Dus min of meer Russia-gate, maar dan 100 jaar eerder. En je zou in zekere zin kunnen zeggen dat de vroege Tweede Wereldoorlogsstrategie van de geallieerden. Een koude oorlogsstrategie was, namelijk hopen dat de Duitsland Rusland aanvalt. Dat die elkaar verzwakken en dat je dan daarna. Ja, vooral dat de, de fascisten met de communisten zouden afrekenen en dan zouden ze de geest terugstoppen in de fles. Dat was de gedachte. Je zou dan kunnen zeggen dat het moment dat de Sovjet-Unie en de geallieerden een verbond aangingen om de nazi's te bestrijden, het moment is dat de Eerste Koude Oorlog ten einde kwam. Want de Sovjet-Unie werd ook gelijk onder sancties gezet, zodra het in bestaan kwam. En dan was de Tweede Wereldoorlog een soort pauze. Ja. Toen werd het even een echte oorlog, maar dan insert nazies. Een andere oorlog. Dus de, de Eerste Koude Oorlog is de Derde Wereldoorlog. En de Tweede Wereldoorlog is dan de Vierde Wereldoorlog. Ik bedoel, die hoeven we niet per se te nee, en dan de, de Koude Oorlog is de Vijfde Wereldoorlog. En dan de derde koude oorlog is de zesde wereldoorlog. Ja. Maar, Zo zit het nu, wij, zitten, wij leven ten tijde van de zesde wereldoorlog. Ja. Kan je, kan je zeggen tegen mensen op straat, of gewoon die je tegenkomt, hé, hey, wist je dat de zesde wereldoorlog <laughs> bezig is? Nee. Nou, in ieder geval hebben we net wel ook dat de, de traditioneel koude oorlog, die nu de tweede koude oorlog is geworden, uh, hebben we volgens mij wel redelijk overtuigend beargumenteert dat dat een wereldoorlog is. Als de eerste koude oorlog erin is, is de tweede koude oorlog er zeker in. Ja, en het is ook een, een verkeerde gedachte om het te analyseren... op een manier dat actoren beperkt zijn tot staten. En een staat is een actor en niet een, een blok bijvoorbeeld. Een blok kan ook een actor zijn. En die blokken die waren wel degelijk in fysieke oorlogsvoering... met elkaar over de gehele wereld. En een aantal andere strategieën die werden gebruikt... In dit conflict. Dus, dus proxyoorlogen in Azië, zoals in China, Vietnam en Laos, Cambodja, in Korea en in Afghanistan. In Europa zelfs proxyoorlogen, in Griekenland. Staatsgrepen en proxyregimes van militaire fascistische dictatuur in Latijns-Amerika en dus ook in eerder genoemde Aziatische landen. Economische oorlogsvoering door middel van sancties en Operaties om de staat te destabiliseren door disruptieve elementen te sponsoren, terrorisme te sponsoren, uh, nep-oppositie te kweken. En hetzelfde zien we nu met de huidige wereldoorlog die gaande is, die een oorlog is tegen Amerikaanse hegemonie. Een proxyoorlog die gaat over Amerikaanse hegemonie in Europa is duidelijk om Oekra in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Syrië en Jemen. In Afrika, nu bijvoorbeeld in Ethiopië en Somalië. Nou, staatsgrepen en pogingen tot staatsgrepen in de recente geschiedenis hebben we gezien om precies ditzelfde, dezezelfde reden in Venezuela, Nicaragua, Bolivia en Oekraïne. En nou ja, je kan nog meer Latijns-Amerikaanse landen aan die lijst toevoegen van de afgelopen 10, 15 jaar. En wederom economische oorlogsvoering met sancties en operaties om landen te destabiliseren door... Disruptieve oppositie te construeren. Je kan er de website van de National Endowment for Democracy op, op nalezen. Ze dus geven het openlijk toe. Dus alle kenmerken die de vorige koude oorlog had. Gewoon qua hoe, hoe die werd uitgevochten, heeft. Deze zeker. Punt. Punt. Ja. <laughs> dus dan is het lijstje. De eerste wereldoorlog. De zevenjarige oorlog. De tweede wereldoorlog. De eerste wereldoorlog. De derde wereldoorlog is de koude oorlog van het interbellum. De vierde wereldoorlog is de tweede wereldoorlog. De vijfde wereldoorlog is de koude oorlog zoals daar doorgaans naar wordt verwezen. En de zesde wereldoorlog maken we nu mee. Schaar jij je achter deze lijst? Ja, ja, zeker. We zijn het eens. Okay. Oh nee, dat is niet waar. Ik was het oneens over de zeven. Nee, trouwens niet. Uiteindelijk zijn we het gewoon eens. Ja. Hebben we hebben gewoon successieoorlogen overboord gegooid. Ja. Consensus, mensen. Zoek hem in je leven met andere mensen. Ja, en ik denk wel dat het enige daadwerkelijke relevantie heeft. Om wat ik net zei te begrijpen. Dat de manier waarop een globaal conflict wordt uitgevochten. Meegaat met de realiteiten van het moment. Dus een oorlog zoals de Tweede Wereldoorlog zal waarschijnlijk nooit meer worden gevochten omdat de economische en politieke realiteiten anders zijn op dit moment. Maar dat betekent niet dat het niet een wereldoorlog is. En de bom. Ja. Dat is best wel Ook wat. Ook een belangrijke factor. Dat heeft best wel wat aan de realiteit gesleuteld. Zeker. Ja. Dat dwingt eigenlijk elk elk conflict sindsdien ertoe om meer een soort van masker aan te brengen om zichzelf ervan te distancieren... Omdat je natuurlijk niet echt op elkaar. Je mag wel echt op elkaar schieten, maar je mag het er niet bij zeggen. Want dan moet je met grotere bommen gaan schieten. En dat weet je niet. Hmm. Hmm. Ik vraag me wel af hoe je dit gaat editen. Ik ook.